Goedemorgen, het is zondag. Ik ben wakker, ik heb echt heerlijk geslapen. En ik heb minder last van mijn nek, dus het lag echt aan het kussen, denk ik. En vandaag gaan we eigenlijk helemaal niks doen. Ik heb wel heel erg het gevoel dat ik wil opruimen. Weekend vibes. Dus dat wil ik ook doen. Daar bevoefje. Hoi. Dit is serieus mijn favoriete manier om een zondag door te brengen. Heel lang in bed liggen, dan ergens een keertje douchen, heb ik net gedaan. En dan weer in bed liggen, zo met mijn badjas. En gewoon YouTube filmpjes kijken, Reddit lezen. Maar ik heb eigenlijk op de planning staan om morgen een zaterdag tutorial te filmen. En ik had het idee om het nu te doen. Want ik heb een idee voor een soort van beauty blenders wassen. En ik was mijn kwasten dan. En ik dacht, de zon schijnt nu. Ik heb toch niks verder te doen. Waarom film ik niet gewoon mijn tutorial? Of dat was een deel. Ik ga hem denk ik voice over de deels. Maar ja. Hey Sien. Hey Sien. Oké, het is inmiddels 5 voor 6. Foefie appt me net van beneden. Wat zullen we als avond eten? Ja. Wie heeft er al ontbeten? Hey, ik heb wel ontbeten. Je hebt wel ontbeten? Ja, wie heeft ja. Geluncht? Silence. Maar dat wordt dus flink avond eten. Zullen we een pastaatje doen? Ik weet niet, even kijken wat we hebben. Even kijken, laat ik ze even de koelkast openen. We hebben echt een paar dingen die er sowieso niet echt dingen die we kunnen eten. Waarom liggen er pijnboompitten in de koelkast? Dat vond ik aan jou voordat we weggingen. Is het zo? Oh. Ik zeg ik nog van, hé, ja, je kan pijnboompitten eten. Hmm, ja. Nee. Ik zie wat pepertjes. Ik zie wat sausjes. Nee! Ik heb hier pasta, ik heb een sausje gemaakt met spinazie en ik heb hier pompoen gekookt. Dat kan er in principe nu bij. Misschien was het niet eens nodig met pompoen. Spinazie is al, zeg maar, het heeft al een hele groene dikke crème nu. We gaan het gewoon proberen. Pasta is done. We zitten Modern Family te kijken season 7. We gaan nu aflevering 3 tuurlijk, beginnen. We hebben 8 seconden voordat het begint. 7, 6, 5, 4. Oh nee, we kunnen niet meer terug. No, 2, 1. En oh, daar nee, gaat hij. Oh, te laat. We zijn in de tuin. Oh, smiegt hij. En Fof geeft elke dag de planten water. En ik ben het nu aan het doen. Geloof het of niet, ik moet elke dag. We hebben onkruid. Daar zitten graven. Oh. Die van de smiechten. En we hebben dus onkruid. Hier moeten nog andere planten. Maar we moeten dus ook de palmboom water geven. Ik wist niet dat dit elke dag moest. Of dat niet hier elke dag? Nee, maar bij die andere wel. Ja. Doe het even zo hoor. Yes, ik ga de zaterdagvideo opnemen. Het is golden hour, maar ik ga toch de lamp gebruiken. Want ik weet gewoon dat ik begin met filmen. Aan het einde is het gewoon pikdonker. Dat zie je dan terug in de video. Wow. Het is echt zo'n engelenlampje voor zo boven je hoofd. Oké, ik heb alles klaar staan om te filmen. Daar gaan we. Oké, ik heb net gefilmd. Met dit statief, kijk. Maar ik ga gelijk even mijn kwasten wassen. En misschien dat ik zo nog een... Ga jij DJ even of? Ja. Dat dacht ik al. Hoezo? Met hardop muziek of met koptelefoon? Koptelefoon. Koptelefoon. Oké, dan kan ik zo meteen misschien nog een kastindeel video opnemen. Een lekker kastindeel video. Kastindeel video. Welke kast ga je indelen dan? Een of laadje. Video in kasten? Oh. Oh, weet je, vroeger hadden we met videobanden en dan in kasten. Daar, klopt. Laten we een gezellig kleurtje aandoen. Ja. Done. Ik heb altijd dan even een handdoek hier, een Foefse deel. Hij heeft hier nog zijn travel tasjes met spulletjes. Maar laat ik het nu heel even drogen en dan
Is allemaal klaar. Hey, het is laat in de avond. Ik heb net twee vlogs zitten editen en ik ga de vlog afsluiten. Ik heb niet zoveel gedaan vandaag. I don't know. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Bye bye.